Vaarder Oudenaard of hij een heel origineel idee kon verzinnen om die 50ste verjaardag glans bij te zetten. En hij had het idee geopperd om een zeppelin te laten bouwen bij een firma in Duitsland, in Aken, volgens een nieuw systeem. En die zeppelin is er gekomen, heeft in 2008 gevaren boven verschillende Europese steden, in Hongarije, in Oostenrijk, in Italië, en is vanavond te gast hier op onze Olense ballonmeeting. 41 meter lang, 18 meter hoog, 12 meter breed. Wie er ook opnieuw zal bij zijn, dat is de gigantische T-Rex uit Canada. Een enorme ballon in de gedaante van een T-Rex, een dinosaurus. En ook die gaan we vanavond weer aan het werk kunnen zien. Okay. Here's the beginning of the third round.
Zeppelin. Sure, huh?